Omdat we Turkije en Syrië getroffen zijn door een grote ramp door middel van die aardbeving. En een van de jongeren van studenten van de Da Vinci College het initiatief heeft genomen tot een hele mooie actie. Ik ben heel erg blij en ook heel erg trots op wat we hebben bereikt, samen met z'n allen. En het is voor mij persoonlijk ook heel een grote stap, zeg maar. Want ik heb nog nooit zoiets groots georganiseerd. Ik ben zeker trots. Trots op onze studenten en zeker trots op Atakan. Omdat hij de initiatiefnemer is geweest, zeg maar, om in actie te komen voor onze kinderen, studenten, jongeren in de getroffen gebieden. Zowel Turkije als Syrië. We waren in verbinding met elkaar. Iedereen was er voor elkaar. Ja, wat ik heb mogen meemaken. Wat een energie straalde eruit. Zeker ook van onze studenten, die met een mooie initiatief vandaag worden getroffen studenten in Turkije en Syrië hard aan de slag zijn gegaan. Ik wil allereerst wel onze initiatiefnemer Atakan van de opleiding Maatschappelijke Zorg erg bedanken dat hij ons aangewakkerd heeft om samen met elkaar deze mooie dag voor elkaar te zetten. Erg mooi om te zien dat jij dat initiatief vanuit een leerling hebt genomen. En dat ook zoveel docenten en zoveel die andere leerlingen daar meteen ook op zijn nagegaan. Misschien ging het allemaal niet vanzelf, je hebt het wel op elkaar gekregen. Heel door met de trots op jou en dit bedrag. Dat mag ook echt zijn, dat gaat ongetwijfeld op een hele goede plek terechtkomen bij de kinderen dat het vertrouwen heeft. En laat je een voorbeeld zijn wat mij betreft voor velen anderen. Dus een groot applaus voor elkaar. En dan ook met name de mensen laten Turkije en Syrië niet vergeten, want met dit soort acties zijn we er echt niet. Er is nog jarenlang hulp en bijstand nodig op allerlei manieren, laten we dat met elkaar doen. Zeker ook omdat in onze stad 7000 mensen wonen met een Turkse achtergrond, die ook met allerlei links, familie en vrienden in het gebied hebben gewoond. Maar ook als dat niet zo zou zijn geweest, zijn allemaal mensen die elkaar op het moment staan. Dus ik hoop dat het nog blijft. Dank jullie wel. Omdat we Turkije en Syrië getroffen zijn door een grote ramp door middel van die aardbeving. En een van de jongeren van studenten van de Da Vinci College het initiatief heeft genomen tot een hele mooie actie. Allerlei activiteiten die geld op hebben geleverd. En Atakan heeft ervoor gezorgd dat er €3300 kan worden gedoneerd aan UNICEF. Ten goede komt aan de kinderen in het getroffen gebied. Ja, en ik vind het heel mooi om daar even aandacht aan te kunnen besteden. Nou ja, we hebben een bedrag van in totaal €1 per inwoner. Hè, dus €121.500 gedoneerd. Deels aan een lokaal initiatief en deels via Giro 555. En we hebben ook vanuit onze regio, veiligheidsregio, hulpverleners gestuurd die mensenlevens hebben kunnen redden. Maar we moeten niet vergeten dat dit een ramp is die natuurlijk jarenlang nog effecten zal hebben. En dus wat mij betreft ook iets wat we niet gewoon moeten gaan vinden. Hè. Voordat het gebied weer een beetje op eigen benen kan staan, zijn we echt jaren verder. Steden moeten worden herbouwd. Er zijn ontzettend veel slachtoffers te betreuren. Dus laten we die steun ook langdurig laten zijn. Hè. Onze stad heeft 7000 inwoners, zo'n beetje van Turkse afkomst. Hier loopt iedereen door elkaar qua nationaliteit. En het gaat allemaal samen en het werkt allemaal samen om met elkaar zo'n mooi doel te bereiken. Dus dat is een bijeffect waar je natuurlijk alleen maar ontzettend trots op kan zijn als burgemeester. Ik ben heel erg blij en ook heel erg trots op wat we hebben bereikt, samen met z'n allen. En het is voor mij persoonlijk ook heel een grote stap, zeg maar. Want ik heb nog nooit zoiets groots georganiseerd. Maar om te zien hoe het allemaal achter de schermen gaat en het zelf ook te doen, is wel een heel voldaan gevoel als het dan allemaal lukt. Want het vraagt heel veel. Ja, de gedachte was dat het de bedrag die we hebben opgehaald als een steun voor de voortgang van het onderwijs. Want heel veel scholen zijn allemaal kapot gegaan en wij zijn zelf ook een school. Dus ik dacht gewoon van ja, we kunnen het beste voor een school kiezen of voor de studenten kiezen om te gaan helpen. Ja, er is een gezegde, niet geschoten is altijd mis. En ik dacht, ik ga er gewoon voor. Een beetje spontaan, maar met de juiste hulp en begeleiding
Vooral van de school, vanuit school, zeg maar, dan kom je er wel. Ik ben zeker trots. Trots op onze studenten en zeker trots op Atakan. Omdat hij de initiatiefnemer is geweest, zeg maar, om in actie te komen voor onze kinderen, studenten, jongeren in de getroffen gebieden, zowel Turkije als Syrië. En wij zijn van het onderwijs en onderwijs maakt de mens. Hè, jongeren zijn onze toekomst. Het onderwijs kan dus niet ook in Turkije of Syrië stil blijven staan. En daarom hebben we er samen voor gekozen om ervoor te zorgen dat wij ook al een bij te dragen, zeg maar, in de ondersteuning van de wederopbouw van het onderwijs. Maar onderwijs mag niet stoppen voor onze studenten daar. En hopen we hiermee ook hun een mooie toekomst te bieden.